De Vlaamse Penelope Haro uit Antwerpen viel op tijdens de Londense Modeweek. Het model met lang, blond krulhaar defileerde voor het merk Marques Almeida en maakte indruk op Vogue. Een leeuwin met blonde manen, schrijft het modeblad. Penelope is 17 jaar en werkt al een tijdje als model, maar nu kan ze ook de Londense Modeweek aan haar cv toevoegen. Ik ben er terechtgekomen door een vriendin van mijn zus. Ze wilde een show doen voor haar website Doen met mij en mijn zus. Deze vriendin liep al enkele keren mee voor Marques Almeida. De ontwerpers hebben ons gezien en vroegen of we konden meelopen. Mijn zus kon helaas niet omdat ze op reis was, zegt ze. Punt. Die jonge dame kreeg niet de minste rol, want ze mocht als eerste de catwalk op. Het was even schrikken toen ik hoorde dat ik de show mocht openen omdat ik het nog nooit had gedaan, maar tegelijk was ik ook heel enthousiast. Ik voelde me echt vereerd. De sfeer was trouwens zalig. Backstage was iedereen lief. Mensen gaven elkaar geen stress, maar stelden elkaar op het gemak en gaven complimentjes. Penelope prijkt nu op de website van Vogue, waar ze wordt geprezen voor haar frele voorkomen in combinatie met een wilderige krullenbos. Ze deed evenveel hoofden draaien als de cowboylaarzen met kant uit de collectie zelf, schrijft het blad. Om de krullen in toom te houden, doet de Vlaamse niet al te veel moeite. Ik doe er elke dag een beetje olie in zodat mijn haar niet te droog aanvoelt en ook een anti-klitspra om knopen te beperken, zegt ze. De blondine nam na de modeshow het vliegtuig naar Thuishaven Antwerpen. Wat er nu op haar planning staat is niet bekend, maar het is vrijwel zeker dat haar naam nog zal opduiken in Modelland. Ik ga gewoon zien hoe alles loopt, zegt ze.